Zo, hier zijn we dan. Een mooie zonnige ochtend. En Ben, vertel eens, wat ben je aan het doen? Ik ben aan het vissen met een kleine paddel, ja klein, 17 centimeter. Semmerscrew, dus geen lood ervoor. Lekker door de oppervlakte, gewoon naar het kantje gooien, over de waterplantjes heen. Ja goed, de eerste vissen hebben zich alweer gemeld. We zijn net 10 minuten bezig. Dus... Super. En wat voor hengel gebruik je daarvoor? Ik gebruik de grindnet. Met een niet al te zware reel erop. Je moet natuurlijk wel een flinke snoep mee kunnen drillen, maar ja, en, ja, heel de combi is lekker op elkaar afgestemd. Okay. Je kunt zo heel, ja, eigenlijk makkelijk heel de dag gooien met zo'n stukje kunststaas. De kijkers, Het is allemaal niet zo zwaar, het is allemaal ja, wat subtieler. En dit is dan de grindnet. Het is gewoon, ja, ik weet niet of de letters nog goed te lezen zijn. Want... Ja, grindnet, 25 tot 60 gram. Nou, het is een hengel die ook met wat kleinere vissen nog best wel leuke actie geeft. Dus het is ook niet zo'n poke waarvan je zegt van nou, we trekken aan de boomstam iets naar binnen toe. Ja, het geeft ook echt sport. En de kleinere chefs die doen het op dit moment ja, erg goed, moet ik zeggen. Ja, super. Helemaal goed, joh. Het is een heel simpel systeem. Mooi. En het werkt goed. En succesvol. Top. En succesvol. Op naar de volgende vis. Op naar de volgende vis. Laat hem maar snel komen. Morgenstond heeft goud in de mond. Nog geen 5 minuutjes bezig. En onze Ben heeft alweer een vis gevangen. Op de paddle. Shallow screw. Oh, die stond er niet op. Komt er niet op? Die stond er niet op, jongen. Ja, is toch jammer. Het was jou aan het filmen. Wacht dat je die vis ging landen. Die wel? Die zat er wel op. Ja. Takeltje mooi losgeschoten. Dat is het voordeel van shallow screw. Nou Ben, hou hem iets omhoog, de staart. Het is nog geen geweldenaar, maar... Hey, mooi begin van de dag. Even kijken. Shallow screw, netjes in het gaatje. Zo, nog één keer omhoog. Mooie vis, Ben. Helemaal goed.